Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van Weerblaza. Het was vandaag een mooie lentedag en het was ook recordwarm. Er is een dagrecord verbroken? Veel weerstations hebben hun dagrecord verbroken vandaag. Wel 23 van de 35. En ook is het weer een warme landelijke dag geworden met veel zonneschijn. En het weer van vandaag ging samen met een hoge drukgebied boven het oosten van Europa. Lag dat vandaag? Er trok ook bewolking voorbij en dat waren met name hoge wolkenvelden. In de loop van de dag werd de bewolking onstabieler en trok er ook een storing voorbij. In Zeeland is in de middag een bui gevallen en die buien die trekken vanavond en vannacht over. En morgen hebben we dan te maken met onstabiele lucht, met overwegend veel wolken en er kunnen ook nog een aantal buien gaan vallen. En ook in het midden van Europa en in de omgeving van Italië, daar is het onstabiel door een invloed van een laag drukgebied. In onze omgeving is de lucht dus ook onstabiel. Vanavond en vannacht trekken er een paar buien voorbij. Vooral in het oosten van het land kan het nat worden. Bij een bui is kans op onweer en de temperatuur daalt vannacht naar 8 graden in het noordwesten van het land tot 12 in het zuidoosten. En morgen is het wisselend bewolkt met de meeste wolken en buien weggelegd voor de oostelijke helft van het land. In het westen blijft het vaker droog en breekt misschien even de zon door, maar met een middagtemperatuur van 15 tot 17 graden is het een stuk minder warm dan het vandaag is geweest. En zondag hebben we dan ook nog zo'n dag met um, lagere temperaturen. Het is vaak droog, er kan nog wel een enkele bui vallen, maar de zon die krijgt ook wel ruimte. En na het weekend is het vrijwel droog weer en ook tamelijk rustig, maar de temperatuur gaat nog verder naar beneden. Op maandag wordt het 13 tot 15 graden, en dinsdag wordt het ook maximaal 15 graden. En de dalende lijn wat de temperatuur betreft, dat gaat volgende week verder. Op woensdag en donderdag bereiken we het dieptepunt wat de temperatuur betreft. Dan ligt de temperatuur in de middag rond een graad of 11 graden. Maar goed, dat is normaal voor de tijd van het jaar. En daarna gaat de temperatuur weer omhoog. Volgend weekend komen we mogelijk weer rond de 18 of 19 graden te zitten. Ik ben Diana Woe van weerplazer.nl.